Vragen en klachten met betrekking tot weersvoorspellingen komen bijna niet meer binnen bij de Meteorologische Dienst Suriname. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken deelde deze constatering vandaag bij de opening van het nieuwe kantoor van de Meteorologische en Waterloopkundige Dienst Suriname aan de Duisburglaan. Bij deze gelegenheid is er ook een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Anton de Gom Universiteit van Suriname en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut voor het verzorgen van het keuzevak Atmosfeerdynamica voor scheikunde studenten. De bewindsman stelt dat weersvoorspellingen in het nieuw gebouw nu onder betere omstandigheden kunnen geschieden. Ik ga u brengen naar de gebouwen waarin de meteorologische dienst zit of zat tot enkele dagen terug en waar de waterloopkundige dienst zit of zat. Ik ga verder als die presentatie komt. Er is een besluit genomen. We gaan, toen ik kwam, investeren in beide instituten. De meteorologische dienst en de waterloopkundige dienst. Dat was het besluit. En op de begroting, deze instituten worden altijd gediscrimineerd in de begroting. Niet alleen toen, maar ook nu. En ik heb gezegd, laten we dit met internationaal kapitaal doen. Dat was mijn stelling. Want klimaat en weer is voor de internationale gemeenschap. Dus ik heb gezegd, don't worry, dat geld gaat komen. En u hebt het gezien. Met dank ook aan de minister van Buitenlandse Zaken die ons ook die mogelijkheden heeft gegeven. En natuurlijk de ambassadeurs die hier aanwezig zijn. U heeft gezien de efforts die we hebben gedaan, los van het KDMI-programma. De minister geeft aan dat de transformatie die de Meteodienst en Waterloopkundige Dienst doormaken noodzakelijk is. President Chandrika Prasad Santokhi meent dat de groei en ontwikkeling bij de meteorologische en waterloopkundige dienst opmerkelijk zijn. Het is moeilijk te beschrijven in hoeveel inspanningen, geld, energie het gepaard gegaan is. In een tijd, zoals de minister dat zegt, van ernstige crisis waarin we als land verkeren. Maar feit is, er is een resultaat neergezet. Resultaat wat niet alleen belangrijk is voor ons land om metingen te doen op het gebied van klimaatsverandering, op het gebied van weersverandering, maar ook dreigingen die een vroegtijdige signalering nodig hebben. En daarvoor heb je moderne systemen nodig die beschikbaar zijn in de wereld en gelukkig die ook beschikbaar zijn en nog zullen komen in Suriname. Dat geeft ons land in ieder geval een goede positie om ook een bijdrage te leveren aan die stabilisering van die klimaatsverandering. Het staatshoofd zegt dat er geïnvesteerd moet worden in studies die klimaatsverandering bestuderen. Suriname moet niet stilzitten en haar bijdrage leveren in het tegengaan van klimaatsverandering.